Hoe ga ik daar? Hallo, welkom bij een nieuw podcast. Ik ben Brijssen. Ik ben Aron. En vandaag zijn we in de wijk waar Halloween wordt gevierd. En geschminkt en een spookhuis. Wouter, wat doen we hier nou eigenlijk precies? Nou, jullie kunnen hier van 7 tot 8 een doorlopende voorstelling. Dus steeds als er iemand is, dan doen we die voorstelling. Daar kan je dan snoep krijgen. En er zijn meerdere huizen die aan Halloween doen, dus die snoep geven. Het is geen spookhuis, jongens. Het is een soort theater. Zo, we gaan nu even sminken, maar ik weet niet waar. Waar moeten we heen? Nou, ik zie niks, man. Nee, dan moet je ogen goed dicht doen. Oké. Oh. You'll shake and shudder in surprise when you hear this. We hebben een boekje dat we iets eraf kunnen halen. Dat is veel. Je moet je levensverhaal vertellen, oké? Okay? Levensverhaal. Hallo, ik word gesmeekt. Waarom? Dat is leuk. Nou, Bruid, ik heb er echt super veel zin in. Gewoon naar een theatervoorstelling. Van kinderen. Is het een soort spookhuis? Nou ja, nee. Hey. Ja. Het is het huis van en nou ja. Oké, dan snap ik het. Go! Je hijgen! Ik ben iemand die vast wordt. Ja, was te lang. Wij hebben hem gesmeerd. Wat ik dit snel hoor, ik ga eruit. Nee hoor. Wouter zit op theater, dus hij houdt ook alles bij. Hij leert de kinderen al de trucs en hoe je dingen op toneel overbrengt en zo. Dus. Is een beetje goed? Het was heel goed, ja. Nou Wouter, hoe ging het? Nou, ik denk dat het meer een soort van repetitie was, aangezien het niet helemaal moest gaan hoe het wezen moet. Ik ben heel trots op Wouter. Als er straks kinderen komen, dan hoop ik dat het wat iets beter gaat. Ik heb die kinderen helemaal niet zien kijken. Kan je ons alsjeblieft helpen als die voorstelling opnieuw gaat, dat we niet weer achterna worden gezeten? Brijssen moet wel achterna gezeten, hij moet afvallen. Ja, dat snap ik. Leuk dat je hebt gekeken naar deze podcast. We hebben het hartstikke naar het zin gehad. Bruis in achterna gezeten. Ja, twee keer. Eén keer op mijn commando. Ja, leuk man. En ja, dit was het. Doei!